Ja, jij bent ballingen in eigen land, hè? Op het ogenblik, Pieter. Ja, je moet het niet al te dramatisch zien. De situatie die daartoe heeft geleid is dramatischer dan mijn persoonlijke situatie. Ja, je woont in Sint-Petersburg. Jij en je vrouw verblijven nu eigenlijk in Frankrijk in het huis van jouw broer gedurende de situatie. Ja. En daar is dit boek. Want het is niet autobiografisch, maar toch wel een beetje. Nou, we hebben het veel gehad, de vorige twee eminente sprekers, over het toeval in de gebeurtenissen. Dat houdt iets natuurlijk, dat life imitates art en je kan het zo gek niet verzinnen of het is wel waar. In mijn persoonlijk geval is het zo dat ik 2 jaar geleden aan het begin van die corona-epidemie, op de laatste dag, ik was op dat fameuze boekenbal. Ja. 2 jaar geleden, het bal van de... En de dag daarna heb ik afscheid genomen van een hele goede vriend van mij, Alexander Munninghoff. Die vroeg mij, die was zwaar ziek, en vroeg mij op zijn begrafenis te spreken. Had ik plechtig beloofd. Niet wetend dat ik de dag daarna zou ik naar de Leipziger boekmesse gaan. Zou een boek voor mij in Duits worden gepresenteerd. Dat was al afgezegd. De volgende dag had ik nog wel een lezing op de ambassade in Nederlandse ambassade in Berlijn. En toen heb ik mijn vrouw, zo begint het boek ook, wakker gemaakt. Ik heb gezegd, ik voel het, die stad, het sterft. Ik heb natuurlijk veel in oorlogssituaties ook rondgelopen. En zoals honden ook aardbevingen vaak voelen aankomen, ben ik misschien ook wel verdierlijkt. In die zin dat ik onheil of andere zaken misschien, ja, gewoon dat ik dat wel voel aankomen. Dus ik zeg, nu opstaat kwart voor 6 in de ochtend in die Berlijnse hotelkamer. Ik zeg, we moeten nu terug naar Rusland, want het gaat dicht. En dat bleek inderdaad ook het geval dat we op de allerlaatste vlucht naar Petersburg zaten via Moskou. En uiteindelijk hebben we 5-6 maanden daar vastgezeten. Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk allemaal in die beginperiode Ilja Leonard Pfeiffer, de boekenweek laureaat, gelezen in de NRC. Hoe erg het was in Noord-Italië, want daar begon het allemaal. Maar ik zat daar in die Tchaikovskystraat in Sint-Petersburg. En die stad stierf ook langzamerhand. Nou ja, goed, daar kwam allemaal. Ik zag het masker van de Sovjet-Unie weer terug. Er reden auto's door de stille straten met zwaailichten, geen geluid makend. En die roomden dan zo langs die huizen, woonkazernes, dan de lijken uit de portiek af. Ik vergeleek dat ook met, zoals in de Sovjet-tijd, gewoon de KGB-wagens ook mensen geruisloos met razzia's ophaalden. Dus heel veel parallellen kwamen terug. En nu even naar deze tijd gaan. Ja. Na 5 maanden konden we uiteindelijk weg. 5-6 maanden, omdat er een boek was verschenen, De Rat van Amsterdam, kon ik bij zijn. En in die periode zat ik dan ook in dat schrijvershuis in Amsterdam, op het Spui, waar ik eigenlijk deze roman situeer. Ja. Maar de situatie nu is dat ik... mijn vrouw was al eerder weg met poes nummer 1 en ik was met de volgende poes, kon ik vertrekken in het laatste vliegtuig naar Nederland vanuit Sint-Petersburg. En alles achterlatend. En het curieuze is dat ik ooit een boek heb geschreven, Tchaikovsky's Rat 40, over mijn huis in die straat waar de revolutie plaatsvond, waar Lenin heeft rondgelopen, waar een eindje verderop Ablomov is geschreven door Kantjarov, Jozef Brodsky woonde 100 meter verderop, Rasputin liep er rond. En eigenlijk het was de nucleus van de Russische revolutie, waarbij dus ook een huis naast mij, waar heeft Nabokov nog gewoond als jongeling, ook moest vluchten in 1917. Dus het bizarre doet zich nu voor dat ik in een veel minder dramatische omstandigheid, want ik hoop ten eerste dat die vervloekte oorlog snel voorbij is, maar dat ook Rusland niet helemaal verdwijnt in het zwarte gat, wat het nu heel snel dreigt te worden. Ja. En waarom heb ik ook... Jij zegt nu iets optimistisch, maar ik proef niet echt hoop. Nou ja, mijn vrouw die heeft een Nederlands en een Russisch paspoort. Ja. Nou, dat is natuurlijk... Zij is groot geworden in de Sovjet-Unie. Mm-hmm. En zij studeerde Duits. En toen wij elkaar leerden kennen, nog ten tijde van de Sovjet-Unie in Leningrad, zei ze, ja, ik studeer wel Duits. Maar ik zal nooit een Duitse stad zien, want dit is de Sovjet-Unie, de grootste gevangenis op de aardbol.
En dat zit er natuurlijk heel erg diep in, bij, niet alleen bij de intelligentia, waartoe zij natuurlijk behoort. Maar ook, wij zagen die fameuze inmiddels wel toespraak van Poetin tegen zijn veiligheidsraad, waarin hij als het ware gewoon verordoneerde wat hij wilde doen. Het was zo'n theaterabsurd, dat zelfs zijn veiligheidsmensen waren verbaasd over de metamorfose die Poetin leek te hebben ondergaan. Ja, hij blaft ze echt af, hè? Het was, Julia zei meteen, dit is gewoon Stalin. Ja. En die heeft hem tegen gezegd, ik ga nu zo snel mogelijk weg. Hmm. Omdat ze zeiden van, binnenkort gaan de grenzen dicht. En dan heb ik wel een Nederlands paspoort, maar dan zeggen ze, je bent ook Russin, je blijft gewoon hier. Ja. En uiteindelijk zijn in die week daarna heel veel mensen uit mijn omgeving, journalisten, schrijvers, kunstenaars, weggegaan. En nu is het land eigenlijk niet de facto, of niet de jure, maar feitelijk wel op slot. Want zelfs de treinen rijden niet meer naar Finland. Er zijn geen vliegtuigen meer, behalve dan tot Turkije. En heel veel mensen hebben gewoon geen geld. Wat is jouw prognose dan over je eigen situatie? Nou ja, ik hoop terug toch te keren. Ja, wat is toch mijn huis? Dus, ik heb daar we hadden net onze boekenkast getimmerd. Eindelijk is een keer uit de troep, want we hebben een wel mooi appartement, maar het is maar twee kamers. Dus altijd vechten wie aan het bureau mag zitten. en dan win ik het meestal wel, want mijn vrouw die geeft Duits les op de computer. Die heeft leerlingen van Riga tot, is ook weer zo mooi van het internet, hè, dat ze geeft dan Duits les en dan zegt ze, goeden dag, weer Kate. En dan zit een leerling of een straat bij ons verderop in Petersburg, of in Riga, of in Parijs, of in Amsterdam zelfs. Waar het Duitse onderwijs ook niet meer zo maar goed ik hoor is. Nog geen prognose. Nou, maar dat weet ik, dat weet ik niet. Want ik hoop gewoon terug te keren. En ik hoop het liefst dat dat land dan een metamorfose terug heeft ondergaan. Maar ik vrees het ergste. Ik denk dat de weg nu in is gezet. Dat zal toch niet volgende maand zijn. Nou, je weet het niet. De enige prognose bij Rusland is dat je nooit een prognose kan stellen. Want hoe dan ook, al die Ruslandkundigen die ik niet ben. Ik zeg altijd maar, naarmate ik langer in Rusland woon, begin ik dat land steeds beter niet te begrijpen. Ja, dat snap ik. Ik heb ook altijd gezegd dat na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nog communisme, nog kapitalisme, maar de gekte, het surrealisme aan de macht is. Je hoeft alleen maar dode zielen van Gogol te lezen. Je weet dat het land een totaal andere manier van denken heeft, van reageren, van naar de wereld kijken. Dus dat wist ik allemaal wel. En ik wist ook waartoe het kon ontaarden. Maar dat die lijn van dat surrealisme, de lijn van autocratie, of van dictatuur naar nu een fascisme, zich heeft ontwikkeld zo snel. Nou, daar ben ik zelf aangeschokt door. Ja. En, ondanks het feit dat je dat toch zo lang gewoond hebt. Ja, maar het punt is dat de stap van de inval, die verraste mij van het moment enzovoort. Maar ik zag hem daar liggen. Ik heb natuurlijk ook in die oorlog allemaal rondgelopen. Hè, als eigenlijk contrakeur. Ik wilde nooit journalist worden, eigenlijk nooit. Ik ben er altijd maar ingerold. Er is ook geen... En dan, ik heb die oorlog in Georgië meegemaakt, in Tsjetsjenië, in Afghanistan op de grens gezeten. En nu ook in de oorlog in Oekraïne, toen dat losbarstte. Ik heb met Olaf Koens, die nu voor RTL 4 werkt, maar toen voor de Volkskrant, hebben we vanaf het begin van die Maidan-opstand hebben we daar gestaan en de verwoording gezien. En we waren op de Krim toen het geannexeerd werd. Volstrekt toevallig waren we de allereerste die in het stadje Slavjansk in de Donbass, wat nu op de voorpagina staat van kranten, was ik getuige van, dan liep gewoon een man met een mitrailleur op me af uit een pand. En dat bleek gewoon de eerste minuut van de bezetting te zijn van de Donbass. Toen eenmaal die MH17 ramp begon in het gebied waar ik net, toen was ik dan weer in Moskou terug uit het gebied, toen zag ik in een flits, zoals de draaischijf, voor me, dat die lijken die vielen daar neer in die graanvelden, in die zonnebloemvelden. En dat was het gebied waar ik dan de afgelopen half jaar had rondgelopen. Nogmaals, volstrekt onbeschermd, geen schermvest. Het is een beetje, ik denk dat Isaac Babel, Jozef Rood, ook dat, die hebben ook in oorlogen rondgelopen. En Grossman ook. Als de held Pierre in Oorlog en Vrede, weet je wel, die zich zo'n beetje verbaasd over het schouw. Ja, dat is de fog of war. Hè? Ja. Dus zo liep ik er eigenlijk ook rond. En maar toen eenmaal die ramp met die MS-17 was gebeurd, zag ik in de flits voor me
een roman die ik dan ook in 9 maanden... Ik heb net aan Tom gevraagd dat hij dat boek zo snel geschreven heeft. Mm-hmm. En dus het is denk ik 500 bladzijden, zoiets, ja. En die Poubelle is ook 500 bladzijden. En dat heb ik ook heel snel geschreven, nog bij wijze van spreken met de modder van de loopgraven van de Donbass aan mijn voeten. Nu wil ik dan jouw vraag beantwoorden met een omloop. Ja, ja. In dat boek, dat zich afspeelt op die plekken die we nu allemaal dagelijks in de kranten zien op tv. Kiev, Moskou, Brussel, Amsterdam. Laat ik... Het heeft natuurlijk een personage, een hoofdpersoon, maar heel veel personages komen aan het woord. Zowel Russen als ook Oekraïners. Mm-hmm. En alles wat er nu gebeurt, ja, ik wil het niet zeggen, maar dat heb ik voorspeld. Althans, je zou hebben kunnen weten dat die sentimenten er zijn. In de periode daarna heb ik me heel erg moeten verdedigen, omdat ik vaak dan optrad of zo in zaaltjes of in de krant of op tv, dat ik zei van, zo wordt er gedacht, je bent een Poetin-versteer. Ik dacht, nee, ik zeg jullie alleen maar hoe er daar wordt gedacht. Dus dat dit allemaal in deze tragedie zich ontaarde, dat had ik wel kunnen bevroeden. Mm-hmm. En toch de timing... En toch ook niet. En ik had dan gedacht, oké, die Donbass neemt hij in. Maar dat hij echt gewoon met een broedermoord ontaart. Mm-hmm. Jongens uit dorpen wegplukt van Siberië aan toe. Hè? Want zo gaat het altijd. Als je oorlog wil voeren, ga je natuurlijk mensen zo ver mogelijk wegtrekken. Je stuurt ze naar Oekraïne toe. En dat probeer ik dan ook te verzinnen, beelden. Dat, omdat we toch altijd goed fout denken, zwart-wit. En Rusland is de agressor, no doubt. En van mij betreft mogen ze allemaal voor het tribunaal terechtkomen. Maar tegelijkertijd kan je het ook filmisch of literair bekijken. Dat die jongen die wordt... Eén soldaat uit een dorpje en Sasha, waar ga je nou naartoe? Nee, niks mama. En een dag later komt hij een Oekraïner tegen in nog steeds, het zijn altijd weer die stoppelvelden of zo, ja. Waarvan net de vrouw en het kind misschien wel met de trein in Amsterdam Centraal Station zijn aangekomen, want gisteren stond ik daar met bordjes. Je hoort overal, ook op weg hier naartoe, overal Russisch en Oekraïns om je heen. Dat zijn voor je ogen vinden films plaats, hele scenario's. Een van de eerste films bedenk ik nu opeens, van dat was ik nog heel jong, Les Uns, Les Autres. Dat vond ik ook zo'n soort hele prachtige film met die muziek. Ja, 1980 denk ik of zo. Met die pornomuziek van Ravel. Ja, met die pornomuziek van Ravel. Maar ik vond het fantastisch, omdat ook dans, muziek. En ik had natuurlijk helemaal geen smaak. Misschien heb ik überhaupt nog geen smaak. Maar ik vind het nog steeds mooi. Al die verhalen met elkaar verweven. Mm-hmm. Dat je ook alle kanten van zo'n tragedie ziet. En we hebben nu een pan-Europese tragedie. Die ook kan nog ontaarden in een wereldtragedie. Mm-hmm. Maar nu heb ik het idee dat ik hier een soort college geef. Terwijl ik gewoon een roman heb geschreven. Ja, we moeten terug naar jouw boek. In jouw boek zit je in het schrijvershuis aan het Spaai. Ja. Boven de Atheneum Boekhandel zitten normaal buitenlandse schrijvers die in residence zijn. Ja. En jij mag daar, en jouw karakter mag daar dat was ook allemaal zo bivakeren. Ja, want vanaf dat moment begint zijn verleden zich hem eigenlijk langzaam in te halen. In de vorm van mensen die uit zijn verleden weer tegenkomt. Misschien moet je zelf vertellen wat je hoe dat voor jou was. Want het gaat om een mogelijke vaderschap. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat speelt ook een rol. Nou, uiteindelijk, ik was in dat schrijvershuis uitgenodigd. Omdat door die corona konden er geen buitenlandse schrijvers komen. En toen zei mijn uitgever, nou, ik bel wel even, want volgens mij staat dat leeg. Dus ik ging daar zitten. Mm-hmm. En het was nog net 2 dagen. Het was na die fameuze Summer of Love. Hè? En dus 2 dagen lang waren al die cafés, Café de Zwart, nog open. En toen stierf die stad zo voor mijn ogen. Dus ik keek uit op dat spui, het stierf. Maar ik had het al eerder gezien in Sint-Petersburg natuurlijk. Ja, dat is waar. En ik kijk dan letterlijk uit op Amsterdam. Maar ik begin het ook letterlijk uit te kijken op mijn leven, als het ware. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Het is eergisteren, maar het is toch alweer ruim 40 jaar geleden. Mm-hmm. En dus het is ook een roman die natuurlijk gewoon over ouder worden gaat. Hè? En hij ontmoet de hoofdpersoon, zou ik maar zeggen, mijn personage daar, een vriend. Een oude schoolvriend die een totaal andere weg heeft ingeslagen. Zoals we dat allemaal natuurlijk
in ons leven tegenkomen. Mm-hmm. Mensen die we vroeger gekend hebben en andere weg is ingegaan. En dat veroordeel ik ook helemaal niet, maar ja, alles is ook vaak toeval. En die duikt op samen met een jongere dame die daar eerder op dat appartement gewoond heeft en die dan, ja, als het ware een Faustiaanse verleiding aan de protagonist voortoveren. Want ja, het gaat over ouder worden, verleiding, over trouw. En ondertussen zit dan de vrouw van het alter ego in een huis in Frankrijk en valt voortdurend met de telefoon binnen. Ook als de dame die dan in dat huis rondloopt net uit bad komt. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat postduiven, die hebben de eigenschap, misschien andere vogels ook wel, maar zeker postduiven, dat als je ze ergens wegzet, op een ander eind van de aardbol, vliegen ze feilloos terug naar hun mm-hmm. nest. Dat is enigmatisch, dat weten we niet. Voor zover ik weet, biologisch nog nooit ontdekt. Maar ik denk ook dat bij vrouwen, en misschien ook wel bij mannen, dat er ook zo'n faculteit bestaat ergens in een gen, die precies aanvoelen, als je op het andere eind van de wereld bent, wat hij of zij wil gaan uitvreten. Dat is niet pluis. Ik ga nu even bellen. Ik heb wel ervaring daarmee, hoor. Ja, dat snap ik. En ook ik. Vrienden. Ja. Het is ook een beetje natuurlijk, het speelt zich natuurlijk af, ook een beetje af en toe een lichte toon moet erin zitten. Maar uiteindelijk is er ook de mogelijkheid, komt hij door die vriend tot de mogelijkheid dat hij is kinderloos. Mm-hmm. Met zijn vrouwen. Ja. Dat hij toch misschien een zoon heeft. Ja. Nou, en dat ga ik niet uitleggen hoe dat. Nee, dat mogen we niet uitleggen. Maar dat zou ook kunnen, natuurlijk. Hè? Wat ik grappig vind, dat is eigenlijk een soort rode draad door het boek. Dat is telkens als hij die telefoon opneemt, dan is er een soort opstijgend schuldbesef, terwijl er helemaal niks gebeurd is. Dus, ja. Er is wel inderdaad een vrouw in dat huis, maar daar heeft hij niks mee. En, maar toch die schuld. Die... Ja, ik weet niet wat die hoofdpersoon nog allemaal met te verbergen heeft. Deze biecht aan mijn vrouw is een klein, heel 280 bladzijden. Maar ja. Misschien de echte biecht is wel 1000 bladzijden ja. bij ieder mens. Ik weet het niet. Ja. Je moet ook een beetje wat weglaten. Ja, waar lag de kiem van deze vrouw? Nou ja, eigenlijk heel curieus, want de genezen van een boek, ik denk er nooit over. Dat is werkelijk zo. Ja. Daar ben ik te dom voor. Zoals zeer geëerde schrijvers allemaal schema's maken en in hoofdstuk 2 en 3 en ik zie een neus of hoor een stem. Bijvoorbeeld mijn vorige boek, De Rat van Amsterdam, dat is ook een omvangrijk boek, maar achteraf loopt het allemaal wel in elkaar over. Maar ik had alleen maar een stem van een Joodse emigrant uit Riga, die in Amsterdam verzeild raakt. Zo in de periode van het einde van de Sovjet-Unie. En op een gegeven moment heb je dan zo'n stem in je hoofd. Mm-hmm. En dan opeens komt die tot leven. Ik wilde eigenlijk, omdat ik 2 jaar geleden ben gestopt met journalistiek eindelijk, wilde ik eigenlijk, wat een oude wens, niet naar Suriname, maar op de boot naar Buenos Aires. Omdat mijn vader, we hebben allemaal weer, toch altijd komen we op onze leeftijd ook allemaal weer met de oorlog terecht. Mijn vader is als jongeling in de Haarlemmerhout door zijn benen geschoten, door de auf der Flucht, zou ik maar zeggen. Hij heeft nooit kunnen leren of studeren daardoor, nou, lang verhaal. Maar in ieder geval, als koksmaatje, toen hij 17, 18 was, heeft hij dus als koksmaatje jarenlang gevaren op Zuid-Amerika, ja. Buenos Aires. Nou, daar ligt ook nog een ander familieverhaal. Dus eindelijk dacht ik, ik wilde op een boot, net als mijn vader, gewoon het liefst ook als koksmaatje naar Buenos Aires gaan. Maar dat kon niet vanwege die corona-epidemie. Hè. Dat kan trouwens nog steeds niet. En toen dacht ik, jezus, ik schrijf nooit meer een boek, denk ik dan, hè, altijd, na een boek. En vervolgens zat ik dan in dat appartement en gebeurde er dan ook een aantal zaken. En zo is het toch vrij organisch dit boek ontstaan dat ik heb geschreven. Want ik schrijf het in Petersburg, hè, aan mijn bureau. Dus ik kijk als het ware terug mm-hmm. op die periode. Ja. Dus ja, wat je nu vertelt over jouw vader en zijn geschiedenis aan boord, vooral Buenos Aires, wat is toch een soort mysterie in deze roman, hè, wat daar gebeurd is, waarom het voor hem zo belangrijk is, dat maakt deel uit van de ondertoon van dat boek. Ik preludeer een beetje op het boek, misschien dat ik ook ooit hoop te schrijven, weet je wel, een soort... Maar je weet echt niet waarom Buenos Aires zo belangrijk was voor jouw vader. Jazeker. Je weet het. Ja, omdat hij daar... mijn vader, die heeft... Ja,
Die komt uit die oorlog vandaan en dit en dat en dat. En na de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel mensen geëmigreerd uit Nederland. Mm-hmm. Ja. En hij had de wens om daar iets te beginnen, een hotelletje. Hij wilde daarheen. Hij wilde, want hij had dat gezien. Hè? Ja. Dat was ook in de tijd van Perron. Ja. Hij kon ook heel slecht tegen sociaal onrecht. Hij zegt, ik stond op de kade. Er stonden die mannen met hun armen omhoog als een soort één groot wezen. Mm. Geef me, por favor, geef me geld. Trabajo, busco trabajo. Ik zoek werk. En dus, ik vond het zo erg, want we hadden alleen maar voor 10 jongens werk. Ja. En die anderen konden weer naar huis gaan. Het was natuurlijk straatarm. Buenos Aires in die tijd. En dus die droom, vervolgens. Ik heb mijn vader mijn hele leven alleen maar achter de kachel zien staan. Dat is een ander woord voor fornuis. Ja. Zij die in de horeca werken, die weten dat. En 16 uur per dag, mijn leven lang. We zijn nooit op vakantie geweest. We hadden niet eens een auto. Het was niet dramatisch, maar zo was het. Ja. En ik denk, en hij dronk stevig. En ik denk dat dat allemaal te maken heeft met het feit dat toch die droom van dat Buenos Aires, dat andere leven, gewoon ontploft is. Of eigenlijk vast is komen te zitten in het prikkeldraad van de toenmalige werkelijkheid. Want ja, dat kan je amper voorstellen natuurlijk. Maar de jaren 50 waren echt de donkere jaren 50. Als je aan het verkeerde spectrum van het sociale spectrum had je nul kans. En zo is hij dan maar voortgedreven. En nou ja, goed, dat eigenlijk, dat, dus heel veel aspecten zitten eraan. Ja, dat komt altijd terug, hè, in jouw werk. Wat? Jouw vader, Zandvoort. Nou, niet zo. Nou, ik heb ook boeken. Nou ja, altijd, maar toch wel. Vaak, ja. 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 Het is belangrijk voor je. Ja. Dus, ja, maar het is nooit een hoofdthema geweest. Het is altijd nog een beetje zo. Als het vaak genoeg terugkomt, wordt het vanzelf een hoofdthema. Ja, dat weet ik. Ja, dat nu het zegt, is het wel zo. Nou ja, ik noem die Rad van Amsterdam en Boebel. Dat zijn twee kloeke romans. Daar komt mijn vader niet voor. Nee. Wel het procedé van de vernedering. Mm. Mm. De sociale vernedering. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Ja. Ja, kijk, we hebben het nu allemaal over de laatste jaren over kapitaal, kansen, kansarm, kansrijk enzovoort. Het wordt vaak ook inderdaad naar raciaal wordt het onderwezen. Ja. Naar generaties vaak ook. Maar ja, een arme sloeber, of hij nou uit Noord-Groningen komt of uit Rotterdam, die heeft veel meer gemeen met een arme sloeber uit een ander land dan hè. Dus dat gaat door huidskleuren heen. En dat element is heel lang niet erkend geweest. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, dat vertelde Jan Marijnissen een keer, van de SP. Ja. Dat in de jaren 70 zeiden ze, ja, we hebben gastarbeiders hier naartoe gehaald, omdat Nederlanders wilden het werk niet doen. Nee, sommige mensen, Nederlanders niet. Want hij zei, ik stond er in het slachthuis in Os. En ik stond gewoon, daar werkte die met allemaal blanke Nederlanders, naast Turken en Marokkanen die toen kwamen. Hè? Dus het ligt allemaal veel diverser. Het wordt nu allemaal zo keurig opgedeeld in. En dat ook in dit boek bijvoorbeeld komt die 30-jarige Jeva Harms. En die komt ook niet uit een geprivilegieerd milieu, maar loopt daar wel in dat Amsterdam rond. En die zegt, ja, ik zit op het gymnasium. En op een gegeven moment haalt ze volgens de vergelijking aan. Mensen spelen vaak in de loterij. In de hoop dat ze een prijs gaan winnen. Maar heel veel van mijn vriendinnen, die hoeven niet eens mee te spelen, want die weten zeker dat ze een prijs gaan winnen. Want het is nogal een verschil of je in Amsterdam op het terrasje zit. Ja. En je gaat terug naar een grachtenpand van je vader, of je weet dat je dat ooit gaat erven. Mm-hmm. Of dat je gewoon uit een gezin komt waar niets te erven valt. Ik heb dat denk ik door mijn. Ik heb dat. Die Joris Luijdijk heeft nu die vinkjes geschreven. Zeven vinkjes. Ja. Hij kwam tot dat inzicht dat het zo was. Ja. De man is 50. Ik ben wat jaartjes ouder, maar hij is 50. En hij kwam in. Hij moest naar Londen gaan en bij The Guardian werken om tot dat inzicht te komen. Ik had dat inzicht al in het vroege voorjaar van 1971. Ja. Bizar. Bizar. Ja. Maar ja, oké. Okay. Op de weg naar Damascus, hè? Voor Joris. Joris. Is dat een van de redenen? Want het grote vernederingsmoment in deze roman is het moment waarop jouw romannaamgenoot naar de hoofdredacteur gaat om tegen hem te zeggen, ik moet
Ik moet mij een column geven. Ik heb gewoon een vaste bron van inkomsten nodig. Ik heb 20 jaar lang voor jullie rondgelopen daar. Zonder scherfvest, zonder verzekering. Want die wilden jullie niet betalen. Ja. En nu kan het niet meer. Help me uit. Uit de brand. En dan... Ja, de wereld bestaat uit klootzakken. Je hebt gewoon een onversneden klootzak in de wereld. Ja. Dat is dan wel... Thomas Leegte. Het is niet helemaal een... Nee, maar dat is wel autobiografisch. Ik heb altijd, ik ben freelancer geweest. Hè, dus ik heb vanaf de Telegraaf tot Vrij Nederland, Groen Amsterdam. Ik heb voor iedereen geschreven. Mm-hmm. Dat was ook in het begin vrij moeilijk. Want als je dan schreef het sneeuwt in Moskou en het stond in de Telegraaf. Oh, wat vreselijk. En dan begon ik een zin, het sneeuwt in Moskou in Vrij Nederland. Was het, oh, wat geweldig allemaal. Ik heb daar ook een concreet voorbeeld van hoe alles in the eye of the beholder is. Hè, de perceptie. Omgeving. Het is zo belangrijk. Ik was in de oorlog helaas met Michel Krielaars 2008 was dat in Georgië, die oorlog. En een heel kort verhaal. Ik kom heel kort. Je kon er niet meer naartoe naar Tbilisi. Ik vloog via Istanbul naar Baku. En vervolgens een Duitse dame van de tv of zo hebben een auto genomen langs de grens van Iran naar Georgië. En we werden vlak over de grens gebombardeerd. Het is net ook weer een film. In de greppel springen. Waarbij ik dacht aan mijn goede vriend Alexander Munninghoff. Die ook veel in oorlogen zijn geweest. Zei van, joh, als je 50 plus bent, moet je niet meer in oorlog gaan. Oorlog en seks is voor jonge mensen. Ja. Zeker oorlog. En, maar goed, dus uiteindelijk bereikte ik dan Tbilisi. En ook weer zo krakzinnig. Ik was daar wel eens eerder geweest. En de toenmalige ambassadeur die Onno Elderbos, die later in Moskou met een lippenstift op zijn spiegel is. Misschien ken je die casus nog wel. Enfin, lang ander verhaal. Maar hij was daar ambassadeur, wit overhemd, als in een film. Hij zegt, Pieter, hoe ben je hier gekomen? Het is oorlog. Hoe ben je... Ik zeg, nou, de grens over. En we werden gebombardeerd. En nou, ik zit hier. Op dat moment gaat de telefoon. Hij neemt op, nog een ouderwetse telefoon. Werd helemaal bleek. Wat bleek... Er was net 3 minuten ervoor een Nederlander in Gori. Dat is een stadje waar Stalin geboren is. Waar toen hevig gevochten werd tussen de Russen en de Oekraïners. Was door een scherfgranaat of iets anders. Dood. Samen met Jeroen Akkermans van RTL 4. Maar die ambassadeur zat in zijn eentje. Hij zegt, Pieter, ken jij die? Ik zeg, ja, die ken ik. Ja. Tenminste, Jeroen Akkermans kende ik. En hij zegt, ik kan niet weg. Ze zijn op weg naar het mortuarium. En toen liep ik naar het... ging ik naar dat mortuari met die politie, heet. Het was augustus, hè? Caucasus, heet. Ja. Wachten, blaffende honden, stank uit het... En uiteindelijk kwam Jeroen Akkermans in een oude witte Volga met een kruis erop. Ik zag hem helemaal met bloed. En net als een Hollywood-acteur. Mm-hmm. Die in een... Je verzit nog erger. En uiteindelijk lag dan achterin, ik zie nog die profielzolen van Stan Storymans, de cameraman die overleden was. En uiteindelijk hebben we Jeroen en ik, die Stan Storymans, het mortuarium binnengedragen. Enfin, allemaal details. Toen belde de krant op, want je ontkomt er niet aan. Ja, dit is gebeurd. Kan je het erover schrijven? Nou, ik had dat stukje zo sereen mogelijk opgeschreven. En dat stond de volgende dag op de voorpagina van de Telegraaf met een enorme foto. Toen zei oh, en ik zei, wat een riool journalistiek, wat erg. Ja. Vrij Nederland belde op. Die zei tegen mij, kan jij een stuk maken van 3000 woorden over die oorlog? Nou, dat heb ik heel snel op motelkamer gemaakt. Maar ook voor Vrij Nederland ontkom je er niet aan dat een Nederlander gedood is. Toen zei ik, ik doe gewoon, hoe noem je dat, knip en plak. Exact hetzelfde verhaal incorporeerde ik in dat stuk in Vrij Nederland. Ja. En het was de laatste dag dus dat ik het kon inleveren. Het werd snel gedrukt. Dus eigenlijk 2 dagen later lag de Vrij Nederland al in de schappen. En toen kreeg ik was nog in Tbilisi, maar... Oh, wat een mooi stuk. En wat zo sereen geschreven. Vooral zo mooi hoe je schrijft over die dood van Stan Storymans. Omdat het in een ander kader is. Dus ik ben daar extreem gevoelig voor. Ook als het gaat over sociale klasse. Over recht, onrecht, kapitaal. Goed, slecht. Het is een thema in mijn leven. Ja. Omdat ik daar gekanteld naar kijk. Ja, ja dat en is het een beetje. Dat blijft altijd... Nou ja, ik ben eigenlijk, wat ik zeg, ik ben toch al richting de oude man. Maar ik heb dan toch altijd nog ook dat sociale besef. Daar kan ik, want het wordt steeds prangender.
afgezien van de verschrikkingen die nu in Oekraïne aan de gang mm-hmm. zijn, lijken we vergeten wat er hier in Europa aan de hand is. Mm-hmm. Alsof, zo gaat het, corona is voorbij, nu wel, maar dat die oorlog voorbij is. Maar mevrouw Le Pen, de verkiezingen in Frankrijk zijn aan de gang. De Russen zeggen dat zo mooi, ещё не вечер, het is nog geen avond. En het is nog lang met heel veel dossiers die nu tijdelijk geen aandacht krijgen, te begrijpen, mm-hmm. door die oorlog. Die pruttelen nog voort. En het is nog lang ook niet avond in Europa met heel veel dossiers. Dus daar ben ik mee bezig. En het curieuze doet zich voor, en ik denk dat Tom ook daar ook wel een uitzondering is, dat laat ik het zo zeggen. Ik denk dat literatuur in Nederland amper nog iets uitmaakt. En misschien is dat ook wel goed, maar bijvoorbeeld in de tijd dat Hugo Claus een grote roman schreef, of Hermans met onder professoren, hè, mm-hmm. dat over de academische wereld, dat had een maatschappelijke resonantie. En dat heeft misschien in België is het anders, maar in Nederland heeft een boek geen resonantie meer die dat soort zaken aan de kaak stelt. Nou, weten we allemaal dat Muli zei van, ik heb geen boodschap met een boek, want ik ben jullie boodschappenjongen niet. Maar een roman, de romans van Houellebecq bijvoorbeeld, dat zijn gebeurtenissen. Mm-hmm. Dat zijn evenementen die op de discussie vooruitlopen, die een discussie entameren of verdiepen. Ja, ik heb dat hier in Nederland helemaal. Er is geen literair cultureel debat. Ik weet, dat is er zeker niet. Het ligt ook een beetje aan de kranten trouwens. Hè, waar, ik bedoel, ook niet in NRC. Ja, in de Frankfurter Allgemeine, dat zie je nog regelmatig een hele pagina die door één schrijver is volgeschreven. Ja. Die af en toe ook woorden van meer dan 3 lettergrepen gebruikt. En als je hier door een krant voor iets gevraagd wordt, dan is het 350 woorden en het moet wel een beetje begrijpelijk zijn. Ja, ook de NRC hoor. Zeker. Ja. Daarom schrijf ik voor de Groene. Daar maakt het niet uit. Nee, dat is een baken. Maar dan dat is, zeker, daar kan je nog essays van enige diep van kwijt. Maar het resoneren van literatuur in een samenleving, mm-hmm. die rol. Nou ja, niet dat ik het nou graag wil, maar ik constateer slechts dat het eigenlijk gewoon verdwenen is. Ja, maar ik denk dat dat veel te maken heeft met de positie die schrijvers in Nederland innemen. Dat is in België, in ieder geval in Vlaanderen, al heel anders, vind ik. Maar we begeven ons hier natuurlijk op het oudste discussieterrein van de Nederlandse literatuur, hè, vorm of vent. Dus dat moeten we afsluiten, denk ik. Ik wil je bedanken dat je hier was. Dankjewel. En u ook. Ja, en u mag uw exemplaren natuurlijk laten signeren of kopen zelfs. Wordt op prijs gesteld. En ik neem aan dat jullie dat willen doen. Signeren dan kopen, is kopen dan signeren? Ja, signeren is kopen. Kijk eens kopen. Ja.